Nostalgisch motorsporttheater, mensen. Het is stijlen, man. Vasthouden, hè? En dan komt Harm, komt nog halen met de motor. Hou hem maar gewoon vast. Hij rijdt er helemaal mee toe. Is too fast for him. No freefall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the ride specialist. Vrienden, welkom allemaal weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rise. We gaan vandaag terug in de tijd, we gaan naar de middeleeuwen, want we zijn in Sittard en hier is het Sint-Rosa Festival. En hier wordt kermis gevierd op de middeleeuwse manier. Er staat hier een nostalgische kermis met allemaal oude kermisattracties, maar ook oud kijkvermaak en zo. En ik ga met jullie vandaag gewoon even gezellig een rondje over deze kermis heen lopen. Ja? Die houten ding wat onder de boot zit, lijkt over die houten plank die niet geverfd is. Ja, dan kan die daar de hendel onder naar voren drukken en dan worden ze automatisch geremd, de schommeltjes. Daar zit er een houten plank onder. Onder de boot zit ook een houten plank, zie je dat? En dan kan je de hendel kan je naar achteren trekken, dan gaan de houtjes onder de boot gaan omhoog en dan remt hij af. Rem erop. En dan remt hij door een plankje onder dat trapje, remt hij af en dan kan hij uitstappen. Ja! Jij ging hoog, hé. Zo. We hebben een regel vanavond. Ja, dames en heren, de Wall of Death. Al 3 jaar ben ik er bezig om jullie show te bezichtigen, hè? Iedere keer was ik te laat. We waren de show vol. Ja, mensen, een kleine demonstratie van onze Harm. Jazeker, op de Royal Enfield. Nostalgisch motorsporttheater, mensen. De Stijlenwand. De enige nog reizende Stijlenwand in Nederland. Ja, kijk eens naar onze Harm. Jazeker. Ja, mensen, de Stijlenwand. 6 meter hoge houten wand. Een ton waarin we gaan rijden. Waarin we de zwaartekracht zullen trotseren, mensen. Je zult verbijsterd staan van de moed van onze rijders. Jazeker. En we gaan rijden met 1 motor. We gaan rijden met 2 motoren. Met klassieke motoren. En natuurlijk met de Skelter. En dat gaat u allemaal zien. Dat gaat u allemaal meemaken, mensen. Koop uw plaats bewijzen aan de kassa. Slechts 1 euro. En dan kunt u dit meemaken. Je kunt erbij zijn bij dit spektakel, mensen. Stond het op elke kermis, maar tegenwoordig zit hij het echt niet meer. De enige reizende Stijlenwand in Nederland, jazeker. En je kunt hem gaan zien, je kunt daarbij gaan zijn, jazeker. De mooiste kermispanning die ik ooit gezien heb, dames en heren. Wolf Death. En de show gaat beginnen. R&B. 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 R&B fans. Hou maar gewoon vast, hij rijdt er helemaal mee toe.
Maar dit is echt een klassieke versie. Die Beach Party is een nieuw, hè? En dit is een oude wedstrijd, die gaat nog met touwen. De buien hangen boven het kermisterrein. Maar we gaan toch even genieten van een rondje opgooimolen. Want hier in Limburg kennen ze die niet. Alweer op het Rosa Festival. Er komt er eentje van Martin Roffel. Die komt altijd deze kant op. Het zijn grappige dingen dit altijd. Dit is wel echt ouderwets boerenvermaak, hè? Passeren wij een poffertjeskraam en een terras ervoor. Ik zie wat ouderwetse woonwagens achterin. En dan wat eetkraampjes. Dan hebben we hier weer twee showtjes naast elkaar. Dan gaan we even kijken. De meest zeldzame show ter wereld. We hebben nog twee plaatsen en we gaan gelijk beginnen, jongens. Als jullie naar binnen gaan, de rolstoel kan ook gewoon naar binnen. Nou. En dan gaan we even stoppen. Ik mag helaas tijdens de Flow Show helaas niet filmen hier vanavond. De illustratie laat ik een klein stukje daarvan zien. Van Milko, dat staat toevallig hier ook, maar niet met zijn Flow Show. Maar dan hebben jullie een beetje idee wat een Flow Show is. Dus laten we lachen. Er zijn oplichters! Er zijn oplichters! Want de hele show is nep! Voor mij zit die Flow nog hier hoor, ik heb hem! Jawel! Hij is nep! Ik heb het ja. Papa, gaan we ook nog een show? Nee. De volgende show is de Lady Show, maar ook bij deze show geldt helaas een filmverbod. Ondanks dat heb ik toch een paar jaar geleden een soortgelijke show gedaan. Ter illustratie laat ik even wat beelden zien van die show, want dan weten jullie wat hier binnen in deze tent zich afspeelt. Het is gewoon ouderwetse trucage die je online wel kan vinden hoe het werkt, maar het is wel grappig om te zien. Dan passeren we nog een gokkraam en een snoepkraam. De zweefmolen, de normale zweefmolen hier op de kermis. De zwanenmolen. En daarnaast zie je hem al draaien rechts in beeld, de spin.
We zijn al aan het einde gekomen van het kermisterrein, maar dat is nog niet alles wat hier te vinden is. Je zag het in de achtergrond al staan, er staat ook nog een circus tent daar. En er staat nog een tent ernaast, daar worden nog shows gegeven. Alleen vanwege de corona moet je die shows online bestellen. Kun je kaartjes bestellen en dan kun je dan daar naartoe. Dat is een aparte ingang, omdat ze deze twee terreinen van elkaar gescheiden hebben. Want als je dat op één terrein zou doen, dan zou het een evenement zijn en dat mag niet. En nu is het een kermis. Je moet ook per attractie nu dit jaar betalen. Eerder waren de shows, de vrouw zonder hoofd, The Wall of Death en de Vlooie Show, gewoon gratis toegankelijk. Maar dit jaar moest je allemaal 1 euro betalen omdat het dan een kermis is. En dan heb je gewoon 1 euro, is dan gewoon de ripprijs. En zo hebben ze eigenlijk een kermis creëren, want eerder stond hier ook veel meer shows. Er stond ook de Real World Show nog eens een keer tussen. En dan x aantal andere shows hebben ze dit allemaal een beetje weggelaten. Het is een beetje iets minder groots opgezet dan normaal. Maar ondanks dat blijft het toch een leuk evenement. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. We zien elkaar de volgende keer weer. Het zijn weer op een kermis, pretpark, rode baan of weet ik van waar. Tot dan weer!